Twee ploegen hebben dit seizoen nog niet gewonnen. AFC en Jong Sparta. AFC komt hier op een 1-0 voorsprong. Malcolm Zayas voor het eerst in de basis bij de Amsterdamse ploeg. En hij is meteen belangrijk. Het gebeurt allemaal in minuut 31 van de wedstrijd. Jong Sparta dat alleen wist gelijk te spelen tegen Achilles. Hier in de aanval Prozvic gevonden. En zijn inzet wordt van de lijn gekeerd. En zo heeft Jong Sparta pech in Amsterdam. Wat rest is de hoekschop. Felicia komt dan in balbezit. Felicia haalt de trekker over. Maar zijn inzet gaat naast de goal van doelman Potveer. En zo is Sparta dichtbij de gelijkmaker. Heeft AFC alle geluk van de wereld. Dan in de tweede helft. Een vrije trap. Een goed aangesneden vrije trap. En binnengekopt door de Graaf. En dan is het 2-0. En lijkt de wedstrijd dus gelopen. 5 minuten na rust. De Graaf met de tweede treffer van AFC. Van den Boogaard trapt na en scheidsrechter Winkel trekt terecht de rode kaart voor Van den Boogaard. Dan moet AFC in de slotfase door met 10 man. Krijgt Jong Sparta nog wat mogelijkheden zoals deze. Deze is eigenlijk niet te missen. Goeie actie. Maar ja, deze gaat er niet in. De kans dus voor Jong Sparta op de aansluitingstreffer. De kans van Derwis Oglu. En dan in de slotfase de invaller Jesse. Vorig seizoen een supersub in de tweede divisie. Vindt hier Saimi en Kranings voorkomt de 3-0. En zo wint AFC ondanks deze missen van Saimi met 2-0 van Jong Sparta.